Maar ik denk wel zeker nog proberen voor de Ronde van Frankrijk te gaan, ja. Maar is dat alleen om over de sfeer op te snuiven en zo. En wat vond je van VD Winkels? Die was super vandaag. Oh, ja. Dus je spijt dat er was een organisatie die was niet pro VDB. Die was daar voor een typie, voor een sket of wat is dat, een sket? Ik dacht een sket, dat was iets van een architect of zo. Maar ja. Ik heb altijd gezegd, ik ben de man voor topkoersen. Ja. Waren er geen supporter, hoe vond je het? Maar iedereen was daar voor mij. Dat was een koers waar VDB, al die mensen van in mijn entourage waren daar en daar. Dat je voor mij een heel goed gevoel dat is. Ja. Maar ja, ik zit nu met mijn moraal, ik zit al bij de Belgische kampioenschap. Ik zeg altijd wat de volder kan op de dag. Dat kan ik ook. Gustavar was kampioen, Jovanovic, man van het jaar. Hey, it's good game. It's not the football, yeah, but I was a bit. I have ambition. To play top level club. If there is just one penalty, I take the shoot. If there is 30,000 people, it's no witzer. It's me. I am oldest player. Je hebt wat daar juist gewend, Bart Willems, continuerend cyclocross worden. Ja, ik denk, ik ben zeker naar de kampioenschap. Ja. Als de benen echt heel goed zijn, is Van Aizen heel zo'n blij. De kampioenschap met de verleden goed te gaan. Ja, het is natuurlijk ook wel een boom, ja, die is ook wel heel goed. En in de tijd van de voetbalclub Brugge was dat met Ron Suljet, die blunder van trainer. Wat deed hij allemaal? I am now a Ron van. That is my point. It's very long ago. I had a very good time in Brugge. But maybe you never know what the future brings. Maybe one day I go back to Brugge. Patrick, met de ASO en organisatietour voor de rechtbank, zeker voor de Bonin-tour? De naam is Tom. De belangrijkste renner hebben in huis peloton. We proberen voor Tom de tour te krijgen. Dat is niet leuk voor met Tom naar de tour te gaan. We contact om die mensen te gaan met Chinelli. En we zeker proberen voor Frank van den Broek in de tour te krijgen. Een keer zien we de sfeer op zijn duiven van de laatste 10 kilometer van de Ronde van Vlaanderen. Michel Weitz een keer. Michel Weitz, jij zit op de moto in de Paddenstraat. Inderdaad, ik zit hier op de Paddenstraat. Het is hier vandaag. Steven de Jong trekt hier een volle bak door. Wie gaat er mee? Het is Bonen die meegaat. Van zwemmer mee. Oh, en daar is Bob. Kijk, Van den Broeke is mee, hoor. Terug over naar jou, terug over naar de studio. Michel, jij zit op de muur van Gerardberg. Inderdaad, ik zit hier in het zog en Bonen trekt volle bak door. Hoor. Maar Van den Broeke die gaat niet plooien, hoor. Van den Broeke pakt over. Bonen die kijkt naar de versnellingsapparaat. Het gaat niet meer, hoor. Dat komt Van den Broeke alleen aan Meerbeke. Oh, la, 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 la.